En nu hoor je minister zeggen van. Nou, in het vierde kwartaal, waarschijnlijk komt dat rapport. Ja, daar zijn heel veel van mijn cliënten dood. Vandaag is er nog één begraven. Ik vind dat niet kunnen. Begrip en snelheid, dat is wat Ime Drost voor de getroffen defensiemedewerkers verwacht van de minister. Duurt het allemaal te lang, dan onderneemt hij zelf actie. Ja, en ik zit ook te denken om mensen onder Ede te laten horen. Want ja, als mensen straks dood zijn. Dan kan niemand meer vertellen wat er precies gebeurd is. Dus dat is een afweging die we begin volgende week zullen maken. De oud-Defensiemedewerkers zelf reageren terughoudend op de ontwikkelingen in de zaak. Nou, men is in ieder geval blij met de enorme uh, aandacht die de media zoals jullie daaraan besteden. Er, er gebeurt tenminste op dit moment uh, wat. Maar heel veel mensen zijn heel erg sceptisch en zijn bang dat Defensie het gewoon onder het tafelkleed laat verdwijnen.